Vrijheid. Een pen, een tekst, een tekening. Applaus en afschuw. Lof en kritiek. Het moet kunnen en het zou niet mogen. Eeuwenlang de strijd om wat is toegestaan en wat verboden is. De macht, de onmacht. Gevecht om de vrijheid, het vrij zijn. De open mening, de groepsterreur, de godsdienstdwang. Agressie in geweld, in naam van een God die niet bestaat, nooit heeft bestaan. Gun mij de vrijheid om niet te geloven wat jij gelooft. Geef mij de vrijheid om te doen wat jij nooit zou doen. Laat mij schrijven, laat mij zeggen wat jij niet zou schrijven, nooit zou zeggen. Dwing mij niet, straf mij niet, laat mij zijn wie ik ben. Want vrijheid is niet te overwinnen. Niet gisteren, niet vandaag, nooit. Vandaag wil ik. Vandaag wil ik een boerenzwaluw zijn om vrij te vliegen in en uit en in de volle vlucht zo uit de lucht mijn dagelijks rantsoen te vangen. Vandaag wil ik een zilverreiger zijn die stevig op zijn stelten staat, bekleed met witte zuiverheid als vogel van een nieuw begin. Vandaag wil ik een springbok zijn, tegen de klippen opleven, scherpe kanten ontwijken en plotseling uit het zicht verdwijnen. We mogen weer. Er kwam een tijd waarin de piano niet door handen en de glazen niet door monden en de trappen niet door hakken werden aangeraakt. De stoelen keken elkaar aan, de lampen bleven uit. Zelfs de mensen op de foto vielen stil. Alles leek een film die veel te lang op pauze stond. Zo lang dat alle barsten in het hout werden gelijmd. Er werd gesopt, geschuurd, gelakt en zelfs een beetje vals gezongen. De toekomst glom. We oefenden vast wat vooruit, knipten de lampen aan en uit, schoven met de stoelen, riepen alvast proost en tapten biertjes in de lucht. Er borrelde al iets. Maar nu, de stoelen willen billen, de glazen willen wijn of appelsap of spa en wij willen weer sfeer. Het was geen film, maar wel een pauze. En nu mogen we weer. En ja, zo zijn er ook in de grote mensenwereld woorden waarvan je je afvraagt, ja, ik weet wel wat het betekent, maar een woord als vrijheid, doorgeven, hoe doe je dat nou? En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, iedereen heeft het erover, maar hoe geef je vrijheid door? En dat is tevens de titel van het volgende gedicht. Hoe geef je vrijheid door? Appelmoes, peper, zout, koffiemelk, die geef je door. Vrijheid geef je door actief respect te tonen voor andere meningen. Vrijheid, een regenboog, bruisend palet vol opinies, plaats genoeg voor iedereen. Vrijheid is kwetsbaar broos, onze betere ik, ons verplaatsen in de ander. Respect voor niet gedeelde meningen. Vrijheid is ons virtuele gen dat wij doorgeven door actief respect te tonen. Vrijheid is een werkwoord. Het volgende gedicht heet Tussen jou en mij. En het gaat eigenlijk over, als ik naar het nieuws kijk, zie ik heel veel ellende. Heel veel vervelende dingen die gebeuren, heel veel nare dingen gebeuren. En dan vraag je toch af hoe we elkaar soms zoveel verdriet kunnen aandoen. En wat als dat anders zou zijn? Tussen jou en mij ligt een zee van tranen, een taal vol haat. Fluiten kogels een angstig lied en dreunt een bom na tot droevig gegrom. Tussen jou en mij worden mensen vermoord. Vluchten kinderen,
over land en water, ontploffen huizen. Worden we doordrenkt met zorgen voor later. Tussen jou en mij een wereld vol mensen, een wereld van verschil. Andere wensen en iedereen hun eigen wil. Tussen jou en mij wonen terroristen en slachtoffers, moordenaars en vluchtelingen. Tussen jou en mij was er maar niets tussen jou en mij dat oorlog of haat kan oproepen. Dan is iedereen gelijk, dan is iedereen vrij. Tussen jou en mij, tussen jou en mij.